In een dorpje niet ver van de rivier woonde ooit Tahi, een van ver aangereisde jongeman die hier zijn nieuwe thuis gevonden had. Tahi kende nog niemand, maar het was zijn innigste wens om hier in het dorp te kunnen blijven, in de zin te stichten en gelukkig te zijn. Zo leerde hij dag in dag uit een taal. Tot nog toe had hij het nog niet aangedurfd om aan het leven in het dorp deel te nemen. Maar vandaag zal het eindelijk gebeuren. De inwoners van het dorp hadden hem voor een groot feest uitgenodigd. Tahin was zeer nerveus, want hij kende nog niet alle in het dorp gangbare gewoontes. Uiteindelijk verzamelde hij al zijn moed en begaf zich.
mensen van het dorp kennis gemaakt en hen bij het dansen en lachen toegekeken. Onder hen merkte hij ook een jonge vrouw op die even naar hem glimlachte. Tain had haar graag aangesproken, maar de moed ontbrak hem. Toen hij door het bos op weg naar huis liep, voelde hij zich opnieuw wat eenzaam en dacht dat hij nog wat meer aan zichzelf zou moeten werken en nog wat meer zou moeten leren om aansluiting te vinden. Toen hij plots een stem hoorde die tot hem sprak. Tai, geloof in je dromen. Pas dan kunnen ze werkelijkheid worden. Hij kon niemand zien en toch hoorde hij opnieuw. Tai, geloof in je dromen. Pas dan kunnen ze werkelijkheid worden. Omdat hij niet wist waar de stem vandaan kwam, ging hij wat sneller stappen, toen opeens iemand voor hem stond. Tain begreep niet wat deze vreemde rode ruiter van hem wou. En toch was hij door haar gefascineerd en door dat wat ze zei. Hoor je niet die stem in jou? Hoor je niet wat ze jou toefluistert? Jij leeft in een wereld die wij de wereld van moeten noemen. Daar is het altijd van, ik moet doen, ik moet denken, ik moet zeggen. Daarin hebben dromen weinig plaats en kunnen niet vervuld worden. Maar er is ook zoiets als de wereld van de fantasie. Deze wordt bepaald door alles wat je bent en alles wat je wilt zijn. Tai was onzeker en vroeg de rode ruiter hoe men deze wereld zou kunnen bereiken. Je hebt een jong twijgje gevonden, nietwaar? Dat behoort tot een zeer bijzondere boomsoort. Hou het tegen je hart, sluit je ogen en wacht tot jouw fantasiewereld voor jou opengaat.
was gefascineerd door dat wat hij zag. Hij vroeg zich af, kan het echt zijn dat ik dit allemaal in mij draag? Deze prachtige wereld. Daarin wou meer. Veel meer. Hij ging op een rots in het slot zijn oren en liet zijn fantasie. Oh,
merkte niet eens hoe hij de wereld van Moeten meer en meer achter zich liet en hoe alles wat hij beleefde voortkwam uit zijn fantasie. Hij zat boordevol energie, sprong en danste van plezier. Hij wou net zoals de wezens in de fantasiewereld door de lucht zweven en zich vrij voelen. Maar plots verstijfde Kai.
ze in perfect harmonie met haar paard door dit schitterend landschap zwierf. Schuchter vroeg hij naar haar naam. Ze heette Naya. Toen Tahin wou weten waar ze woonde en of ze elkaar konden terugzien, draaide ze zich plots om en rende weg. Naya! Riep hij. Naya, wacht! Maar toen hij het water achter kwam laten lopen, werd hij plots door een schrikwekkend wezen tegengehouden. En deze kaart hem zo mogelijk naar haar moeten leiden.
Tahir werd nerveus. Hij moest het te weten komen. Hij bedankte zich snel bij de ogen en begaf zich op weg.
Thank you.
naar buiten. Hij was gelukkig. En toch had hij schrik dat zij weer zou kunnen afwijzen. Kom, Tiny, sprak Naya. Ik toon jou mijn land. Daarin begon twijfels te hebben.
kunnen ze werkelijkheid worden. Er is een manier om je twijfels te overwinnen. Vertrouw op jezelf. In jou sticht alles wat je daarvoor nodig hebt. Moed, kracht, creativiteit, bekwaamheid. Als je op jezelf vertrouwt, kan je erin slagen om je twijfels meester te worden. Ben je klaar? Thank you.
nachts had hij van vrije, loslopende paarden op prachtige wijze gedroomd. Hij voelde nog steeds het brandend verlangen om Naya terug te vinden. Maar zijn zelfvertrouwen had het plein niet gewonnen. Want nog steeds leefde de angst in hem dat hij ze nooit zou terugzien. Hij had zijn twijfels niet overmeesterd. Daim wist niet hoe het verder moest. Thank you.
zijn hoofd weer vrij werd en hoe zijn fantasie weer in hem borrelde. Hij wou niet meer aan Naya denken en zei tegen zichzelf dat hij ook zonder haar gelukkig zou kunnen zijn. Hij zou ze alleen maar moeten vergeten. En dus zocht daarin afleiding en stelde hij zich voor hoe hij zich met zijn roekeloze vrienden op een opwindende spel beschouwt. Thank you.
Tahin leek wel bedwelmd door al het plezier dat hij met zijn vrienden beleefde. Maar hij wou nog meer en zich nooit meer eenzaam. Zodoende liet hij zijn fantasie de vrije loop en begaf zich naar de dansers der passie.
beelden die in hem opbloeiden leken allemaal sneller en wilder te worden. Maar was het echt dat waarnaar hij verlangde? Hij stond even stil, dacht na en probeerde de vloed aan gedachten even af te remmen. Thank you.
maar hij wist niet hoe hij dit voor elkaar moest krijgen. Tahin voelde een hevig verlangen, een smachtend verlangen, zoals nog nooit tevoren. Ah!
Als verlangen in hebzucht verandert, dan tart je het noodlot. Het verlangen naar wordt een verslaving die je niet meer onder controle kunt houden en die uiteindelijk alles van jou afneemt. Leer het lot de vrije loop te laten, zodat het jou het beste kan verschaffen. Het dal van de zelfspiegel. Daar kan je je reine ziel ontmoeten, die vrij is van het dwangmatige beleiden. Zo begaf Taren zich op weg naar Vajan. In zijn gedachten ging het er enkel nog om Naya te vinden en hoe het hem zou lukken om het lot te vertrouwen.
Het is niet gelukt met de boodschap in.